Moeten we het ook nog over andere sporten zoals voetbal hebben, bijvoorbeeld? Of ja, Wimpy. Is dat niet belangrijk? Wimpy, ja. Nou ja, goed, weet je, er is wel weer... Die persconferentie, dat was natuurlijk tenenkrommend, hè? Je hebt het nu over... Ja, ik weet, daar ja, van de Sar. Daar word je zo ongemakkelijk van die jongen. En dan denk ik, nou doe je dit al 10 jaar. Weet je, en het is een beetje een verlegen, introverte jongen. Hè? Ja. Uiteindelijk is hij altijd geweest. Maar in die 10 jaar is hij geen stap beter geworden in communiceren uiteindelijk. Nee. En wat ik natuurlijk wel het meest pijnlijke vond, is dat hij niet die data's precies wist. Ja. Maar dat ze ook, zoals ik het begrepen heb, eigenlijk die contractverlenging er doorheen hebben gegooid. Ja. Op het moment dat ze al wisten dat het speelde. Heeft het hem nou goed gedaan, ja. Dit? Of zit je van... Nee, dit is toch verschrikkelijk. Hmm. Kijk, wat Wim zegt, die is in 10 jaar niks gegroeid. Het is nog steeds die ex-keeper. En die jongen die kan toch niet een bedrijf met 550 mensen leiden. En deze... Beursgenoteerd bovendien. Ook nog beursgenoteerd, ja. Weet je wel. En deze jongen, dat zie je aan, die is onzeker. Die voelt zich niet lekker in deze job. En dat verbergt hij doorgaans achter een soort verkrampte arrogantie. Ja. En nu staat hij daar te hakkelen en zo. Je kunt toch zo'n groot bedrijf niet zo'n boekbeeld naar voren schuiven. Maar ook die Raad van Commissarissen heeft het onderschat. Ze hebben gedacht, ach, het zal wel meevallen. Die contractverlenging, dat gaat wel door. Ja, maar daar hebben ze zich echt op verkeken. Ja. Kijk, hij zegt signalen, geluiden. Hij heeft allemaal verschillende mededelingen erover. Dus... Maar zou hij ook niet... Weet je, ik heb hier ook naar zitten kijken. Dat... Ja. Is het ook niet zo dat hij daar staat en weet dat er nog zoveel meer dadelijk uit die kast komt? Dat zou heel goed kunnen, bedoel je? Dat idee heb ik een beetje, weet je? Dat hij daar... Hij wil niet te stellig zijn. Nee, maar ook... Hij heeft fouten gemaakt. Hij heeft, weet je, dat weet hij zelf ook. Dat weet hij zelf ook. Hij weet ook dat dit zijn einde is. Nou ja, nee, hij had toch... Hans stelde vragen die je kunt verwachten. Ja. Hij had ja. toch zich daarop in kunnen stellen en gewoon de feiten, zoveel dagen geleden, dit zo, dat zo. Maar het leek wel of hij te plaatsen moest improviseren. Ja. Maar, nou, omdat hij de materie niet uiteindelijk niet beheerst. Ja, maar ik denk, zo'n raad van commissarissen moet nu toch ook concluderen. Ja, maar met zo'n man, voor het eerst in 10 jaar staat de club in brand en de eerste die door de mand valt is de directeur. Ja, ik vond ook wel dat er een compleet... Er stond een compleet onzeker en compleet verbouwereerd iemand. Ja. Die echt totaal overvallen is over wat zich daar afspeelde. Ja, maar René, je kan er niet verbouwereerd zijn over de vragen die je gaat krijgen. Nee, en niet verbouwereerd. Maar zo gedroeg hij zich wel. Zo gedroeg hij zich wel, Wim. Zo stond hij er wel bij. Maar René, denk je niet dat wij, die talkshows in Nederland en de kranten... hem eigenlijk geforceerd voor die camera geduwd hebben. Want iedereen zei, waar blijft Van der Sar? Dus hij denkt, ja, nu moet ik wel. Ja. Maar Wim, we kennen elkaar 30 jaar. Stel, wij werken al die tijd samen. Op het moment dat jij dus met mij afspreekt, we gaan een contract verlengen. En in de dagen ervoor hoor je opeens, nadat je een oproep hebt gedaan, notabene zelf, dat er een aantal dingen wordt gezegd over mij of over jou. Dan lopen we er even bij elkaar naar binnen en zeggen, heel gek, maar ik hoor dingen. Weet jij er iets van? Dat bespreek je dan toch met misschien zit er ook nog wel iets van die vriendschap die ze hebben. Die onderling, weet je. Dat hij misschien toch gedacht heeft, misschien kan ik die dingen achterhouden. Ik weet het niet, Van der Sar, in dit geval. Of dat René zegt misschien dat er nog meer... Nee, maar Wimpy, die... Weet je, jij noemt het vriendschap. Maar... Wij hebben nog geen eens een vriendschap, zeg maar. Wij vinden elkaar alleen hartstikke aardig. En als we elkaar zien, dan gaan we eten, gaan we drinken, gaan we samen. Maar je wou mij toch niet wijsmaken dat als jij echt 10 jaar... als je vriendschap, dat je dat soort dingen niet weet van elkaar. Tuurlijk weet je die van elkaar. Maar zo close zijn ze ook weer niet. Nee, daarom. Het is geen vriendschap. Twee voetballers die samen gespeeld hebben. Ja, maar het is geen vriendschap. Nee, het is geen vriendschap. Maar er was vorige week een overleg geweest met 350 medewerkers, begreep ik, van Ajax. Die dan ook hadden mogen meepraten. Er was een vraag gesteld over wat Overmars had gedacht. Of het grensoverschrijdend was geweest. Toen had Menno Gelen, de commercieel directeur, gezegd. Er was geen grens meer in de buurt. Ja. Het was nog vele malen verder. En vele malen erger. Nou, als dat onafhankelijke onderzoek goed uitgevoerd wordt... Ja. Dan wordt het natuurlijk heel onthullend. Ja, dat wordt het echt goed, pijnlijk. En dat is misschien wat je bedoelt. Dat er nog misschien wel veel meer aan de hand is en dat hij dat weet. En dingen die gaan komen van de mensen die er gewerkt hebben... en er niet meer werken. Ja. Maar dat gaat niet komen van de mensen die er werken. Want die mensen die er werken... die hebben volgens mij een geheimhoudingsplicht moeten tekenen. Dus daar of angst voor de baan verliezen. Daar komt niets meer uit. Ja. Maar uit die 10 of 12 mensen die daar de afgelopen 6 jaar gewerkt hebben... en weggegaan zijn... Ja, die zijn gevaarlijk voor je. Daar moet je het nu van hebben. Ja. Maar herken je dit uit jouw wereld of niet?
Nou, dit is wel heel extreem. En ik snap ook wel, hè, als je veel met elkaar samengewerkt, dat je het heel moeilijk vindt om iemand gewoon de kop af te hakken. Maar dat is inmiddels door het nieuws al gebeurd. Maar ja, ik zie wel dat er iemand heel onzeker slecht voorbereid is die daar staat. Maar dat wil misschien niet zeggen dat hij zijn team slecht aanstuurt. Hè? Ik bedoel, ja, ik weet niet. Maar Liefie, het is toch zeg maar de normaalste zaak van de wereld. Ze zijn geen vrienden, dat ben ik zeker van. Maar je hebt wel samengevoetbald in het Nederlands elftal, bij Ajax. Je werkt nu al 10 jaar samen. Je hoort iets, dan loop je er tegelijk heen. Ja. Zeg je, ja, wat hoor ik nou godverdomme van jou? Ja. Ja. Nee, maar de fout waardoor het uit de klauw gelopen is, dat ze de eerste meldingen niet serieus genomen hebben en dachten, the show must go on, we zien wel. Ja.